vis. Ja. Luister eens wat ik je wilde vragen. Heb je de computerpiet ergens gezien? Nee, die heb ik nog niet afgestoft vandaag hoor. Moet ik weer verder. Kom. Computerpiet! Computerpiet! Ja, ja. Zit je hier? Wat doe je nou hier? Heerlijk rustig. Dan kan ik me goed concentreren. Ik werk via mijn draadloze netwerk. Iedereen doet zo druk vandaag. Ja. Vind je het gek? Heb je je koffer al ingepakt? Ik ga niet mee dit jaar. Ach, stel je toch niet zo aan. Dat zeg je ieder jaar. Je vindt het hartstikke leuk in Nederland. Hier, kijk eens wat ik voor je heb. Je dingetjes. Mijn USB-sticks. Dank je wel, Stafpiet. Dan kan ik de verlanglijstjes storen van de kinderen. Jij bent mijn enige echte backup. Mijn mooie mainframe. Je wat? Nou ja, maakt niet uit. Ik moet verder. Ik zie je straks, niet vergeten. 3 uur. Ja, ja, 3 uur. Ach, je hebt je liefje gevonden. Wat was er ook alweer om 3 uur? Ah, chef Piet, alsjeblieft. Spanjebouté, Spaanse pepers, verse vis. Toedels. Nou, precies op tijd. En je kan me ook nog even helpen met... Oh, mevrouw is er niet meer. Mevrouw moet zeker even de koffers pakken. En ik kan, hè? Alsof ik het allemaal tegelijk kan... Wat is dit nou toch weer? Waar is de Spanjebouté van Sinterklaas? Oh, chef Piet, geef die maar aan mij. Sorry, hier, alsjeblieft. Dit zijn jouw spullen en dit zijn mijn spullen. Wat een stress toch ieder jaar weer. Ik ben nog lang niet klaar. Oh, ik zie dat je heel druk bent. Ja, ik zie dat je heel, heel erg druk bent. En met allemaal belangrijke dingen, hè? Ja, hele belangrijke dingen. Ik moet toch een beetje leuk voor de dag komen tenslotte. Ik heb de bladen er eens op nagelezen en de nieuwe trends bestudeerd. En ik heb helemaal niets om aan te trekken. En jullie trouwens ook niet. En we moeten er toch op ons pietenbest uitzien tijdens de intocht. Dus chef Piet, ik vind het heel gezellig, maar ik moet weer verder. Toedels! Toedels? Ja hoor, pietenpopje. En ik moet het allemaal alleen doen. Denk je dat er iemand is dat wat kan schelen, hè? Iemand? Niemand? Niemand, dacht ik al. Net alsof ik iets hoorde. Nee. Oh, Sinterklaas.
Hier bent u. Chef. Ook al zo druk. Ach, fijn met de postzegeltjes. Ik heb een fantastische lunch voor u klaargemaakt. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Eet u smakelijk, Sinterklaas. Heerlijk, heerlijk, heerlijk dat het weer november is. Ja, al die drukte, hè. Ik voel het overal, hè. Het bruist. Iedereen wil weer graag naar Nederland. En dat is een goede zaak. Ja. Zeg, chef Piet. Heb jij de laatste tijd onze vriend Wegwijs nog gezien? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Oh, u moet nog de hartelijke groeten hebben. Ja, 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 ja. Ja, hij heeft het heel druk, hè, met zijn Rosita en zijn paella-restaurantje. Ja. Ja. Het is een drukte van belang natuurlijk, hè, om eten te koken voor zoveel mensen. Ja, ik ken het natuurlijk als geen ander. Ja. Ja. Oh, ik moet nu zelf gaan koken. Eet u smakelijk, en, Sinterklaas? Het is mooi. Het is mooi dat het goed met hem gaat, maar mist hij Nederland nou niet na al die jaren? Hij zou dat nieuwe schip werkelijk fantastisch vinden. De tijden zijn veranderd, chef Piet. Ja, maar u moet zich geen zorgen maken, hoor, Sinterklaas. Nee, het komt dit jaar allemaal helemaal goed. En met die nieuwe boot zijn we in Nederland voordat u het weet. En Sinterklaas... Het is nog steeds recht zo die gaat, Sinterklaas. Ja, ja, ja. Dat nieuwe schip, hè. Hoe zegt Scheepspiet dat nou ook alweer altijd? Stoom is niet meer van deze tijd. Deze tijd. Die tijd van kleine telefoontjes en internet en druk, druk, druk. Deze tijd is dat die tijd die hij bedoelt. Deze tijd van geen tijd. Is dat die tijd waarin wij mee moeten gaan? Anders dan raken we achter in de tijd. Chef Piet, zijn wij nog wel van deze tijd? Ik zal hem missen, hoor, die prachtige oude stoomboot. Oh, die geur en dat geluid. Wij zijn uit de tijd dat er nog tijd genoeg was. Dat er nog tijd genoeg was om met een stoomboot helemaal naar Nederland te varen. Ja. Is er nou niks meer heilig? Nou, dat valt toch wel mee, Sinterklaas. Hè? Een nieuwe boot wil toch niet zeggen dat het allemaal gaat veranderen. Hè? Ziet het nou meer als met de roe? De hoe? De roe. De roe. Ach, de roe. Ja, die was toch ook uit de tijd. Ja, en we hebben hem geen dag gemist. Nee, het wordt een hele mooie, snelle reis naar Nederland. En stelt u eens voor, Sinterklaas. Al die blije kindergezichtjes op de kade... Daar doen we het toch voor, hè, Sinterklaas? Oh, ik kan bijna niet wachten. Ik heb ook helemaal geen tijd om te wachten. De tijd. Oh, het is de hoogste tijd. Ja, zo'n laatste dag. Het is heel erg druk. En Sinterklaas, maakt u zich nou geen zorgen voor de dag van morgen? Die komt toch wel. Ik raak mijn gevoel voor tijd een beetje kwijt de laatste tijd. Ik probeer de opbrengst van de hydraulische pompen van de stabilisator af te stellen. Snap je dat? Ja, klinkt heel technisch. Maar daarom ben je ook onze technische Piet. Maar echt snappen? Nee. Goed. Nou, kijk. Als je op zee bent en het schip doet zo, dan zorgt die stabilisator ervoor dat we weer zo komen. Maar als het nou zwaar weer wordt met hoge golven en het schip gaat zo, dan redden die pompen het niet. Nee. Met die zware lading. Oh, ja. We hebben veel te veel pakjes aan boord. Dat had je uit moeten proberen. Maar er was weer geen tijd meer terug. Wat voor weer verwacht je onderweg, Scheeps? Ja. Oh, ja, wacht even. Hier heb ik het al. Noord 5, ruimend naar noordoost, kracht 6. Nou, dat is best een stevig briesje. En toch, hè, snap ik het niet.
Ik heb allemaal 10 op school. Ja, oké, een 4 voor geschiedenis, maar dat is toch allemaal oude koek. En dan... Nee, Pinteren. Je mag dit jaar nog niet mee naar Nederland. Daarvoor ben je echt nog te jong. Jouw tijd komt toch wel. Hoezo te jong? Sinterklaas heeft me toch niet voor niets Pinteren genoemd? Nee. Nee, Pinteren, dat betekent slim. En dus ben ik een slimme Piet. Toch, Scheeps? Ja, meisje. Ja. Je doet enorm je best. Ja. Maar Sinterklaas weet heus wel wat hij doet. Hij zal het echt wel het beste weten. Het is zwaar werk met een hele verantwoordelijkheid. Al die kinderen, cadeautjes, schoenen, gedichten. Daar heb je echt vaklieden voor nodig. Dat moet je niet onderschatten. Hoe weet u dat nou? U vaart alleen maar de boot. Schip, jonge dame. Schip. Een beetje meer respect met deze nautische pracht. Ja. 4 motoren. Van 500 schimmelkracht elk. 10 stabilisatoren. Automatische pietpiloot. Alles high-tech. En computergestuurd door dat piefje. Joystick schreef, dat heet een joystick. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Zo'n flex schip en dan toch nog zo in de vorige eeuw blijven hangen. Zo leer ik het toch nooit? Ik moet ervaring opdoen in de praktijk. Anders wordt het nooit wat met Peepiet. Met wat? Met wie? Ja, met Peepiet. Oh ja. Nou ja, misschien mag je volgend jaar mee. De toekomst komt sneller dan je denkt. Kijk nou eens naar dit schip. We hebben het jaren over gehad en nou is het er. Allemaal positieve Pietpraat, Scheeps. Een supermooi schip. Iedereen in Nederland en ik zit hier. Ja, hoe laat is het eigenlijk? Ja, dat schip moet wel geladen zijn voordat de Sint komt. Ja. Ben jij al bij chef Piet langs geweest? Voor de champagne? Hangt hij al klaar? Voor de doop van het schip? Absoluut, absoluut, maar zolang het maar volgens de regels gaat. Dus even kijken, 800 uur P tot en met T in B15. Is dat geregeld, checkt? En gecheckt, regel Piet. Heel goed, even kijken. 830 uur U tot en met I in C16. Check? Check. Het past er maar net, maar het is gelukt. Heel goed. 900 uur K tot en met O in D18. Check. Wacht even, staan ze wel in D18? Ja, want anders gaat het dus helemaal mis, hè? En nu ik eraan denk, de chocoladeletters ook niet te dicht bij de machinekamer, want dat is dus veel te warm. En voor je het weet zitten we met 8000 liter chocoladesoep. Dat wel in handige portieverpakkingen, dat wel, maar goed. Ja. Ah. Regel dat nou maar, hè? Regel, Piet. Net de Piet die ik nodig heb. Heel goed. Alles geregeld, Piet? Uiteraard. Zeg, het lijkt wel schaak hier. Paard naar B14 en Sint naar C11. Ja. Het is heel erg leuk bedoeld, Scheerspiet. Gelukkig zijn er nog pieten die het laden van de pakjesboot wel serieus nemen, hè? Ja. Pakjes zijn waarom we naar Nederland gaan. Onze core business. Ja. En zeker in deze tijden dat er zoveel verandert, zijn deze kwesties heel belangrijk. Maar ik neem het allemaal heel serieus, hoor. Ja. Alleen het wordt alsmaar meer met die cadeautjes en ze worden ook steeds groter. G34, pakjes Piet, G34. Pakjes, deze gaat naar G34. Ja! Waar is die tijd gebleven van 2 kaatsenballen in het net? Wat was daar mis mee? Dat was toch een goed idee, hè? Zeg, nou ik je toch spreek. Om hoe laat is de grote ceremonie in je papieren geregeld? Was dat niet kwart over 15.000 uur? 1500 uur. 1500 uur, Scheepspiet, dat is 3 uur. Zeg, staat alles wel klaar al? Huh? Even een nieuw flesje champagne halen, Scheeps. Het ging een tikje mis, maar alles chill, alles chill. Hey, regelpietje, alles goed? Hey, pikkerpietje, heb je je pillen al ingenomen? Anders word je zeeziek. Wat heeft dit te betekenen, Scheepspiet? Relax, regelpiet. Alles flex.
vooruit. Buik in. Dit is een belangrijk moment, een hoogtepunt in jullie carrière. Dit maak je maar één keer in je leven mee. Dus let goed op hoe ik dit doe. Hou op, Stafpiet. Dat kietelt. Wat doe ik hier eigenlijk? Ik moet mijn mainframe nog backuppen om mee te nemen naar Nederland. En het netwerk heeft een gigabit overloten door de lange verlanglijstjes van de kinderen. Test. En, heel belangrijk... Sst. Het gaat beginnen. 1, 2, 3, test. Sinaasappelsap. Kan iedereen mij horen? Ja! Mooi. Vrienden! Sinterklaas. Lieve vrienden en vriendinnen. Lieve Pieten. Ik ben ontzettend blij jullie hier vandaag op de kade te mogen verwelkomen. Morgen varen wij naar Nederland. De voorbereidingen lopen zoals altijd weer voorspoedig. Dat is altijd een prachtige tijd. Zeker nu wij morgen aan boord van de toekomst stappen van dit prachtige nieuwe schip. Ik ben een man van de traditie. En ik behoor dan ook tot diegenen die zullen moeten wennen aan dit supervaartuig. Maar de tijden veranderen en wij veranderen met de tijd. Misschien is op dit moment een woord van dank op zijn plaats aan die oude stoomboot, de Pakjesboot 12, die zoveel lange, lange, voortvarende jaren trouwe dienst heeft gedaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit schip onze nieuwe toekomst zal bieden. Ik doop u, Pakjesboot 13, en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart. Bravo! Bravo! Bravo. Goed gesproken, Sinterklaas. Oh, gaat dat wel goed? Die fles die moet toch kapot gaan? En dan de naam van dat schip, Pakjesboot 13. Dat is toch een ongeluksgetal, 13? En het wordt, straks wordt het nog de Titanic. Waarom dat gedoe met die boot? Waarom gaan we niet gewoon met de bus? Jackpiet. 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 Kan je ook niet slapen? Oh, ik sliep prima. Hey, wat is een Titanic? Een Titanic. Kom je daar nou weer bij? Misschien is het iets als pepernoten piek of chocoladeindex. Ik zou het moeten checken. Nee, een Titanic. Het heeft iets met het nieuwe schip te maken. Vanmiddag hoorde ik computerpiet daarover. Toen de champagnefles niet wilde knallen. En Pakjesboot 13, dat bracht ook ongeluk. En misschien werd er dan dus wel een Titanic. Oh, hij bedoelt die mop. Ken je die niet? Nee. Hoe heet de stoomboot van Sinterklaas? Ja, Pakjesboot 12. 13 nu. Nee, de Titanic. Is dat leuk? Oké, een tikkie flauw. Of snap je hem niet? Je kent Titanic. Ja. En dat hoort natuurlijk bij Sinterklaas. Ja. En nou was er lang geleden een schip en dat heette de Titanic. Ja. Titanic. En die heeft echt bestaan. Dat was een schitterend schip. Het was toen het grootste schip ooit gebouwd.
En Leonardo DiCaprio die zat aan boord met zijn vriendinnetje Rose. En dan riep hij aan Rose, Rose, I'm the king of the world! Oh, dat schip was onzinkbaar. Maar op de eerste reis zijn ze op een ijsberg gevaren. En toen zijn ze toch een beetje helemaal gezonken. Is dat leuk? Een schip dat genoemd is naar Tartij en dat is gezonken? Check, Piet, wat heeft dit met pakjesboot 13 te maken? Je snapt het niet. Het is gewoon een mop. Oh, lachen, joh. Check, Piet, ik word moe van jou. Ik ga slapen. Die computernerd heeft trouwens altijd al een hekel gehad aan die boot. Schip, Check, Piet. Schip. Check. Check. Voel je het? Nog enkele seconden. We gaan de volle zee op. Oh, heerlijk moment. Nou ga je iets meemaken, jongen. Ach, mijn vader. Check. Check. Kijk uit! Dekpieten! Voor en achter. Trossen los. Technische Piet. Start de motor. Keusgreeps. Sinterklaas. Daar gaan we. Wat de dag. Ja, het is een heerlijke dag. Alleen het is net alsof ik iets vergeten ben. Ah. Regel Piet zal het allemaal wel geregeld hebben. Wauw, wacht! Top Sinterklaas, u bent het boek vergeten! U bent het boek vergeten, Sinterklaas! De stoomfluit klinkt, de motor zingt, we hebben de wind mee. Het roer dat blinkt. De voorplecht glimt, daar gaan we, iedereen mag mee. We varen recht door zee. Heer. We zijn er in een handomdraai, we zijn er in een wip. We zijn er in een ommezwaai, het is zo stevig en zo fraai. Schitterende schip. Een betere boot kan er niet zijn. Ik streel het glanzend groen. Die mooie kleur, die prachtige lijn. De trots van iedere kaptein. Een ware jongensdroom. Het is meteen het ruime zon. Schitterende schip. Stoot niet op. Zijn prachtige lijnen. De vlag die wappert. Klieft de golven. Het licht aan kop. Op weg naar het geeft nooit op. Dit schitterende, 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 schitterende. Wat een schoonheid. Zeg Jack. 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 Er moet in het ruim nog even wat op volgorde gelegd worden. Check. Ja. Ja, 4000. 3999 chocoladeletters. Check. Check. Zeg, chef, ik heb een heel leuk klusje voor jou. Zou jij even naar het ruim willen gaan? En even 3000... Misschien laten?
Chef Piet. Sinterklaas heeft mij verzocht. Aha, Sinterklaas. Om... Sinterklaas heeft heel erg trek in een kopje Spanjobo-thee, alsjeblieft. Dag, Regel Piet. Straks dan maar. Mooi spul, hè? Prachtig, scheepsmiet. Ja. Wat is dat? Oh, dat is het alarm. Waarvoor? Niks aan de hand, computer Piet. En dit? Dat is het alarm dat het alarm afgaat. En dit? Dat is het alarm om aan te geven dat het vorige alarm loos alarm was, computer Piet. Chef Piet. Chef Piet. Chef Piet. Ja, dat is... Chef Piet, jij gaat nu. Chef Piet. Straks misschien. TP, hier, scheepspiet, over. Dat is Piet. Wat gebeurt er? Zie jij wat ik zie? Ja, wat krijgen we nou, scheeps? Spelletjes doen? In de nacht, bij dit weer. Ik zie wat jij niet ziet en het is een... Alle pepernoten scheeps, dat ziet er niet goed uit. De lading is geschuiven. Oh jee. Ik sta alarm. Alle Piet aan dek. 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 Lawaai mensen, ga toch slapen. Maar Chef Piet. Alle Piet aan dek, Chef Piet. Kom nou mee. Alle Piet aan dek. Ja, dat valt toch allemaal wel mee, Piet. Paniek. Het is midden in de nacht. Ga slapen. We zinken, Chef Piet! We zinken, Chef Piet! Kom nou mee! Zijn we een beetje overspannen, hè? Last van een nachtmerrietje, hè? Gewoon adem in, adem uit. Ik ben weg! God, slaapt hier nou helemaal niemand? Natuurlijk niet, we zijn in nood. We moeten allemaal aan dek. Help, help, help! Ja, zeg help, dat dan! Help, help, ja, ga weg, ja. Laat me er door! Gewoon, help! Ah. Sinterklaas? Sinterklaas? Alle Piet en Sint aan dek. Alle Piet aan dek. Scheepspiet heeft alarm geslagen. Dat heb ik nou niet meer gehoord sinds 1972. Dat zal een oefening zijn. Schiet nou toch op, Sinterklaas. Waar is mijn staf? En dat boek. Ik heb het grote boek al een hele tijd niet meer gezien. De... Regelpiet! Heb jij het boek? Sint! Regelpiet, heb jij het boek? TP, TP! Hoor de situatie beneden, TP! Waar komen die goedschips? We zijn veel te zwaar beladen, alle pakjes zijn naar de ene kant geschoven. De bakboordpompen draaien niet meer. Iedereen moet het schip verlaten. Verhoord! Het schip zinkt! Zinkt de pakjesboot van Sinterklaas? Wel alle pepernoten. Sinterklaas! Oh, het is hem! Oh, 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 o
We kregen ze even goed. Chef Piet, dat ben jij. En Regel. Dat ben ik, hè. Regels zijn regels. Dag, Regel Piet. De wagen. Van boord. Van boord. Help. Van boord. Oh, wat doet hij best? Piet aan dek! Scheepspiet, wacht op mij! Hè? Waar ben ik? Er was overal water. Pakjesboot 13 was gezonken. Iedereen moest zwemmen, overal pakjes. Ik heb het gedroomd. Dat zal wel. Het leek net echt, maar ik heb het vast gedroomd. Sinterklaas? Sinterklaas? Wordt u nou wakker, Sinterklaas? Sinterklaas. Ach, gelukkig. Check. Oh, Sinterklaas. Oeh, gelukkig. Dit lijkt niet op Nederland. Waar zijn we? Geen idee, Sinterklaas. De pakjesboot is vergaan en nu zitten we hier op een onbewoond eiland te zijn. Ja, zo gaat dat meestal. Is iedereen in orde? Is iedereen gered? Het belangrijkste is dat u in orde bent, Sinterklaas. Wij kunnen wel tegen een stootje, hè? Waar is Computer Piet? En Staf Piet? Hé. Hey. Computer Piet loopt daar. Maar wat is hij toch aan het doen? Hey. Staf Piet! Waar ben je nou? Computer Piet. Hoe gaat het met je? Voel je wel goed? Ze is er niet. Waar blijft ze nou? Ik had haar hand vast en nu heb ik alleen nog maar haar handschoen. We moeten haar vinden, we moeten haar zoeken. Staf Piet, mijn mooie mainframe, mijn backup, waar ben je? Die komt heus wel, Computer Piet. Op vrouw moet je altijd wachten. Zeg Regel. Ja? Sinds we hier zijn, hè, op dit eiland, mm-hmm, ben ik dus niet meer misselijk. Nee. Niet meer misselijk? Nee. Pakjesboot 13 is gezonken, maar meneertje is niet meer misselijk. Nee, heel belangrijk. Heb je nog meer goed nieuws, hè? Het is helemaal voorbij. Je hebt geen centje bij. Een kopje Spanjobo-thee, Computer Piet. Staf Piet. Ja, waar blijft ze nou, hè? Staf Piet! Joh, die is gewoon een beetje trendy aan het shoppen. Natuurlijk is ze niet aan het shoppen! En houden jullie nou eens allemaal op met het doen van het komt allemaal wel weer goed. Het kan jullie allemaal... niks schelen! Zij drijft daar op zee! Pieter Baassen? Sinterklaas? Onze pakjesboot 13 is met haar hele lading van zorgvuldig geselecteerde Sinterklaas vracht. Check. Op haar eerste reis naar de kinderen in Nederland ten prooi gevallen. Aan een onverbiddelijke storm. Regel, Piet. We waren erbij.
Het is triest, maar nu zitten we op een strand. Natuurlijk, Sinterklaas. Zoals ik al kort wilde vertellen, we zijn gestrand. En we moeten er dus het beste van zien te maken. Wij moeten... Wat wij moeten is... check, Piet. Wat wij moeten, de checklijst. Check, check. Check, Piet. Check. Wij moeten... controleren van de aangespoelde lading en rubriceren. Cadeaus drogen om roest en kortsluiting te voorkomen. Check, Piet. Ik waardeer je inspanningen, maar op dit ogenblik zitten we op een strand. Ja, en ik denk dat er dus andere zaken zijn die belangrijker zijn. Precies. Overleven is nu de eerste prioriteit. Nou, dat is gelukt. Stafpiet! We moeten Stafpiet gaan zoeken. Die is daar ergens, helemaal alleen. Speurhonden, de marine, boten... Computer Piet. Stafpiet is een pittig Pietje, die komt heus wel. Daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Lieve vrienden, wat doet men als men is gestrand? Nou, in de film komen ze dan altijd op een onbewoond eiland, wat niet onbewoond blijkt. En binnen de kortste keren zitten ze dan met z'n allen in een pan, in een grote kookpot. Ah, chef Piet, oh, je hebt ook een rijke fantasie, hè? Jij niet? Dat is in een film. Ik bedoel, wat doet men zoal als men ook in de werkelijkheid is aangespoeld? Ja, check. Dan blijven ze daar meestal heel lang. En dan voordat ze dan uiteindelijk misschien per ongeluk gered worden. En dan krijgen ze zo'n hele lange baard. En dan... check. Gered. Natuurlijk worden we gered. Er komt vast en zeker een vissers of een piratenschip. We moeten een kampvuur maken. Piraten? Weet je niks beters? Tuurlijk, wij kunnen toch wel iets beters verzinnen. Wij zijn toch Pieten? Waarom bellen we niet gewoon even naar huis? Hè? Vragen we of ze ons komen halen? Ja, iemand anders nog belt te goed. Niemand? Prima plan, doen we dus niet. Maar wij kunnen deze uitdaging aan. Ja, dit gaat allemaal goed komen. Wij zullen overwinnen. Check. We kunnen natuurlijk ook gewoon een briefje in een fles. Die fles in zee gooien. Flessenpost. Op een onbewoond eiland. Daar zou ik willen zijn. Ja, we kunnen gewoon vissen gaan vangen. Kijk, chef, dat is dus de eerste keer vandaag dat ik jou iets hoor zeggen. Vandaag kunnen we wat mee. En hutten maken van palmbladeren. Kijk, nou zijn we goed bezig. Ik heb wat meegenomen uit het schip. Dan kan ik er misschien een keukentje van maken. En dan kan ik vuur maken, want dat heb ik geleerd bij de zeeverkenners. Goed, mannen. Aan de slag. Check. Jazeker, aan de slag. Volg mij. Ja. Wat wij dus eerst? Wij zouden toch dat boek zijn? Ga ze bellen. Ze moeten terugkomen. Ja, ze moeten gewoon terugkomen. Mee.
Wat heb jij er nou? Een fiets. Ja, een fiets, ja, dat zie ik. Wat moet je met die fiets? Die is voor Monique. Monique. Ja, maar hij gaat nu eerst even naar de computer, Piet. Waar zijn jullie? Zijn jullie er nou nog niet? Ik had ook al een hele rare droom vannacht. Dat jullie waren gezonken of zo. Bel me gewoon even terug, check. Want dit is echt niet flex. Bel me gewoon even terug. Oké. Check. Daar ben je eindelijk. Waar was je nou? Waar was ik nou? Lekker een stukje roeien nou, goed? Waar waren jullie? Ik was helemaal alleen op zee en jullie zitten hier met z'n allen lekker op een strand. Ik was doodongerust. Hier, je handschoen. En wat zie je eruit? Belt. En ik hoor helemaal niks en ik weet nou echt niet wat er aan de hand is. Dit is toch niet te geloven? Kijk nou eens hoe jullie eruit zien. Weten jullie dan niet wat zeewater doet met fluweel? Trek onmiddellijk die pak eruit. Het is maar goed dat ik er weer ben, zeg. Gaan jullie maar zwemmen, dan zal ik eens kijken wat ik hier nog van kan maken. Nou, vooruit, hup, uit die pakken. Nou, hier. Oh. Goed idee. Uit. Ja. Uit. Een idee! Nee, vermaken jullie hem maar! Sinterklaas! Ik blijf lekker kijken! Jongen, het is toch niet te geloven? Vlekken en vlekken en nog eens vlekken. En ik niks aan ze overlaten, niks. Chef? Ja? Kijk wat ik voor je gemaakt heb. Huh? Een schortje. Oh. Mooi, hè? Nou, pak eens aan. Je bent een lekker pannen. Toedels. Zeg, pakjes, jij kunt nogal veel, hè? Ja, maar voor een computer moet ik... Nee. Dit is een zaak van het hoogst belang. Ja, maar ik... Nee. Kom maar even mee. Oh,
Chef Piet, Chef Piet. Nou zeg, dat heb je geweldig voor elkaar gekookt, hoor. Boerenkool met worst, net als thuis. Ik zou zeggen, jongens, smakelijk eten. Eet smakelijk, Sinterklaas. Lekker. Heerlijk. Aan de beurt. Zie de maan schijn door de bomen, makker staat uw wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de kar. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie geen kar. Lieve vrienden, het was een hele lange dag en we moesten maar eens gaan slapen. Prima idee, Welterusten. Welterusten, Sinterklaas. Welterusten, Sinterklaas. Welterusten, Stafpiet. Welterusten, Sinterklaas. Welterusten, Sinterklaas. Iets harder draaien, pakjes. Goedemorgen, Jack. Goedemorgen, Regel. Zeg, heb jij het boek van Sinterklaas meegenomen van boord? Want hij is het kwijt, hè? Nee. Zijn dit alle pakjes? Check. Oké. En pakjes Piet? Daar. Oké. Heerlijk, Saf. Wat zijn we aan het doen? Versiering. Mooi, hè? Ja. Mooi. Toedels. En wat moet dit voorstellen? Computer Piet heeft zijn laptop aan de praat gekregen. Want Technisch Piet heeft een dynamo gebouwd. Mm-hmm. En nu wordt de stroom dus geleverd door dat fietsje. Dus met die paraplu gaan we spelletjes spelen, internetten en een beetje met een kinderfietsje fietsen. Ja. Hebben die heren dan niet door dat we in een crisissituatie verkeren? Hè? Ze zouden beter iets anders kunnen verzinnen. Eten zoeken of zo. Hoe laat is het, Jack Piet? 8:00. Ah, Regel. Ik hoorde je net iets roepen over eten. Ja, dat klopt. Hoe staat het ervoor, chef? Kijk eens wat Sint heeft gevangen. Ah, heel goed. Dus we eten vis. Vis, zo mag ik het horen. Heel goed, chef. Regel. Ik hoor dat jij vandaag een vergadering mee in gaat roepen. Dat heb je heel goed gehoord, chef. Leuk. Ja, heel leuk.
Ga je nou echt doen alsof er niets aan mijn hand is? Hè? Regel is regel. Ach, mijn lood. Nou, Computer Piet die beantwoordt altijd met deze mail. Wat nu? Orde. Orde. Dank je. Makkers, ik open deze vergadering en ik geef graag het woord aan Sinterklaas. Dankjewel, Regelpiet. Ik ben heel trots op jullie. Iedereen doet geweldig zijn best en zo zie je maar weer, Pieten kunnen werkelijk alles. Maar ik vind wel dat er zo langzamerhand een einde moet komen aan onze korte vakantie op dit eiland. Helemaal. Ja, zeker Sinterklaas, inderdaad. Wij lopen reeds een dag achter op schema en er wordt op ons gewacht. En we kunnen natuurlijk niemand in Nederland teleurstellen. Hoe stel je voor dat we dat gaan doen? Ik wil niet pessimistisch lijken, maar die Titanic ligt er tussen de vissen. Titanic zijn. Oké, nou, Computer Piet en ik hebben een idee. En ik? En Pakjes. We hebben een fiets. En als Pakjes nou gaat fietsen, dan krijgen we stroom voor de laptop. En dan kan... Dankjewel, Technische Piet, om kort te GPS. Gaan. Sinterklaas. Wat wij gaan doen is, wij gaan via de GPS-verbinding middels de satellieten, zijn wij dan in staat om een bericht naar Spanje te sturen. Ja, Computerpiet, zo is het wel genoeg, hè? Al die ingewikkelde computerpraat, daar snappen wij helemaal niets van. Nee, wij moeten weg. Wij moeten weg. En het boek van Sinterklaas is ook weg. Dankjewel, Regelpiet, dat je mij zo uitgebreid laat uitpraten. Maar wat ontzettend belangrijk is, dat wij verbinding computer maken met... Piet, het is goed zo, hè. Ga jij maar fijn door met je spelletjes spelen. Het zijn ook altijd dezelfde die de problemen moeten oplossen. Ik stel voor... iemand een goed idee? Nou, we bouwen een nieuw schip. Kunnen we dat? We gaan niet zitten wachten in een koude natte grot, tot wij het van de honger niet meer houden. Nee, we steken opgewekte handen uit de mouwen, want wij zijn Zwarte Pieten en ons krijg je niet kapot. Links over rechts, rechts over links. Van kokkeltjes en kokosmelk brouwen wij een pot. Een voedzaam brood, dat gaan we daarbij bakken. Haast net zo lekker als taai-taai, je mag er best bij smakken. Want wij zijn Zwarte Pieten en dus bouwen we een vlot. Aan het werk, aan het werk, met boomstammen en takken. Samen sterk, samen sterk, de slag direct te pakken. We slaan de handen in elkaar.
We zijn niet meer te houden. Het gaat ons lukken, reken maar. We bouwen en we bouwen. Makkers, Sinterklaas. Ja. Wij hebben onszelf een vlot gebouwd. Ah. Ja. Ah. Goed, geweldig, geweldig. Oh. Steeds geen mail? Dit is echt niet Flex. Dit is niet Flex. Ja. Geloof jij nou dat dat vlot blijft drijven, chef Piet? Gaat het u daarom, Sinterklaas? Het gaat mij er ook om de moed erin te houden. Zou er nou echt helemaal niemand zijn die ons mist? Jawel. We worden wel gemist, maar ze missen ons nog niet omdat we er nog niet zijn. Of eigenlijk omdat we er nog niet zijn. Ja, ze missen ons pas als we niet komen. Ja. Ja. Ja, niemand weet dat we hier zitten. Nee. Ja, waar is hier eigenlijk, hè? Ja, oh. Iedereen denkt dat we op de boot zitten. Ja, schip. Maar Computerpiet is met iets heel slims bezig. Computerpiet, het voortbestaan van de Sinterklaas-traditie staat op het spel en jij denkt dat Computerpiet... Nou, Regelpiet, toevallig doet iedereen heel erg zijn best en Computerpiet is wel het slimste van ons allemaal. Oké, ik heb niets gezegd. Het zou toch wel zonde zijn als we niet kwamen, hè? Al die pepernoten, al die chocoladeletters, al die cadeautjes, al die speculaas. Dat zullen we toch niet allemaal voor niks gedaan hebben? Al die lege schoenen. Al die gedichten. Al die kinderen op de kade. Ja. 5 december. 5 december. Is dat dan wel zo'n goed idee, schreef Piet? Nou, Sinterklaas, we zijn al een keer vergaan, dus veel erger zal het niet worden. Laten we nou even wachten. Ik heb Pinter een e-mail gestuurd met onze coördinaten. Echt, ze komen Computer er zo... Piet, kom, we gaan aan boord. Ik ga niet mee met dit ding. Ik blijf hier. Ja, kom nou maar. Ik denk dat ik ook maar aan land blijf. Ik word nu alweer misselijk. Ik heb niet zulke zeebenen. Ach, mietenpietjes. Ja, zo kan hij wel weer. Het is tijd om te vertrekken. Ik tel af. 4, 3, 2, 1, ja, kom maar. Ik zeg omhoog. 3, 2, 1. Oké. Volgende plan. Zwemmen. Zullen we gaan zwemmen? Ik denk wel dat ik het haal. Oh, check, Piet. Check. Doe nou. Ja, ik denk dat we beter kunnen proberen dat vlot nog een beetje op te halen. Luister nou! Horen jullie het niet?
Zie je het? Het fietsje wekt de stroom op voor de laptop en zo heb ik een e-mail kunnen versturen en heb ik ze gewaarschuwd. Ik wist natuurlijk dat het niet zo lang zou duren. Maar ja, wie gelooft er een computer, Piet? Hey! Geweldig! Zo, ik dacht ik kom even het boek langsbrengen, want dat zijn jullie vergeten. Een boek, jij hebt het boek! Sinterklaas, kijk, een boek! Hey, check Piet, alles kids. Check. Is het een beetje gezellig hier? Ja. Ja? Nu even serieus, hè. Genoeg gelachen. Die notendop van jullie, daar passen we natuurlijk nooit allemaal in, hè? We moeten naar Nederland, dat kan toch niet daarmee? Nee, natuurlijk niet, check Piet. Dat doen we met pakjesboot 12. Pakjesboot 12? Ja, is wel zo handig nu, toch? Dat bling-bling ding op de bodem van de zee ligt. Waar is ze? Weg. Sinterklaas, goed dat je gekomen bent. Ik wist het, Sinterklaas. Ik wist het. Ga je echt niet met ons mee, hè, Klaas? Sinterklaas, met pensioen is met pensioen. Wegwijs. Pakjesboot 12. Lieve vrienden en vriendinnen, eindgoed, al goed. Ja. Hm? Nou ja, meestal komt alles bij ons wel zo'n beetje op zijn pootjes terecht. Ja, check. Ja. Nou, wij hebben zo met z'n allen al heel wat problemen getrotseerd, hè, in die handen jaren. Boekzoek. Och, ja. Ja, mij er kwijt. Ja. Piet vergeten. Ja. Pakjes perikelen. Ja. Ja. Maar ik moet jullie eerlijk zeggen dat dit jaar zelfs ik de hoop een beetje had laten varen. Maar gelukkig was daar onze oude vriend Wegwijs en onze nieuwe vriendin, hè, Pieter. En natuurlijk Computer Piet, die de moderne middelen van deze tijd zo handig weet te bespelen. Nou, en die drie, die hebben er toch weer voor gezorgd dat wij het hoofd boven water hebben kunnen houden. Straks, lieve vrienden, dan zijn wij weer in Nederland. Ja, en voor jou de eerste keer, Pieter. Ja. Dan zijn wij weer in Nederland. En dan gaan wij onze taak weer verrichten zoals alleen wij dat kunnen. Ja. Misschien met wat minder cadeautjes, maar absoluut niet met minder plezier. Nee. En daar gaat het toch om, hè? Ja. Nou, dan zou ik nu graag het klas willen heffen. Ja, op onze helden. Op Computer Piet, op Wegwijs, natuurlijk. Op Pinteren, daar ga je, meid. En op onze flexe Sinterklaas. Ja, ja, op Sinterklaas. Ja. En dan gaan we nu weer aan het werk. Ja. De hoop was verdwenen. Check. Voor altijd verdwenen. Verlaten. Ja.
slapen.